Zo, hallo. Het is vandaag vrijdag en nog wel de laatste vrijdag van november. En dat betekent, traditiegetrouw, het is vandaag e-mailloze vrijdag. Want weet je dat er op een dag 182 miljard mails verstuurd worden? Ik heb ze nu zelf geteld, ik heb even wat informatie opgezocht op internet. En de gemiddelde werknemer die ontvangt ongeveer 350 mails per week. Dat is best veel. En dat betekent, ja, je hebt ook een adres nodig. Er zijn ongeveer wereldwijd 4,35 biljoen e-mailaccounts. En ongeveer 30% van die e-mails die zijn vrij eenvoudig. Daar staat in oké of dankjewel. Vrij snel afgehandeld. En toch besteden wij ongeveer 30% van de tijd per dag aan e-mail. Best veel. Toen dacht ik, ik ga eens even rekenen, want als ik ongeveer 8 uur per dag werk, dan zou daar 30% van de tijd zou aan e-mails besteed worden. Dus dat betekent ongeveer iets minder dan 2,5 uur per dag zijn wij bezig met het versturen en beantwoorden van e-mails. Maar als ik dan kijk, een lesdag die duurt ongeveer 5,5 uur. Plus die 2,5 uur aan e-mails, dan zijn we 8 uur op. Maar ik denk dat we vandaag tijd overhouden, want het is tenslotte e-mailloze vrijdag. Nou, prettig weekend alvast.